Sketje! Sketje! Liggen. Janna, welke wil je, de grote of de kleine? Ik weet het niet. Het is zo moeilijk om te kiezen. Ik ga wel voor de kleine. Oké, dan neem ik deze. Oh, lief dat jij de kleine neemt. Lekker KitKat. Kijk, Janna, er waren nog twee snoepjes. Welke wil jij? De grote of de kleine? Oh, dank je. Ik ben doe lekker de grootste. La 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 la. Maar dat is niet eerlijk. Maar het is wel lekker. Yummy. Oh, wat een prachtig restaurantje. Ik hoop dat het lekker eten wordt. Oh. Asti. Dank u wel. Dat was extra nog een klein. Dank u wel. Oh, het ziet er verrukkelijk uit. Oh, ik eet even een hapje. Zo. Heerlijk. Nog een beetje. Is het lekker, mevrouw? Ja, ik vind het restaurant voortreffelijk. Dat was heerlijk. Heerlijk, kinderen, schatje. En nu lekker eten. Oké, okay, komt ze aan. Dank je wel. Een extra doekje. Wat lekker. Lekker. Is het lekker, mevrouw? Ja. Goedemorgen kinderen. Vandaag gaan we op om Rijk hele moeilijke rekensommen te doen. Wat is 1 plus 1? Als je het antwoord weet, moet je je vinger opsteken. Zo. 2? Hartstikke goed, Saar. Het antwoord is 2. Goedemorgen kinderen. Vandaag gaan we op om Rijk hele moeilijke rekensommen te doen. Wat is 1 plus 1? Als je het weet, moet je je vinger opsteken. Juppie, ik weet het! Het antwoord is 2! Juppie, hier zo, ik weet het! Hallo! Ja, ik ben Saar! Ja! Zeg maar ja! Saar, zeg maar ja! Je weet het, het is 2! Ja, juppie, het is 2! Juppie, hier! Ik weet het
hele slechte manier. We kunnen... Oh, leuk, Jonna. Een lekker spelletje spelen. Ik moet de derde draak. Oké. Ik weet al wel iets. Zo. Ja, ik heb gewonnen. Ik ben bij de draak. Gefeliciteerd. Dankjewel. Joehoe. Oh, lekker gezellig een spelletje spelen. Oké, ik ga mijn omdraaien. De draak. Oké, ik kan er al naartoe, dus dan ga ik deze zo. Oh, ja, zo schuiven. Yes, ik heb gewonnen! Yes. Jonna, wat doe je? Dit is helemaal niet eerlijk. Nou, dat wordt ophangen. Aan de kapstok. Netjes mijn schoenen uit. Zo. Zo, alles staat weer netjes op zijn plek. Klaar. Ik kan die bijna niet oversteken. Oh, mevrouw. Zou ik u misschien even helpen met oversteken? Ja. Wacht, ik doe even iets even naar de kant. Zo, dat gaat beter. Doei, ik ga weer. Dank u wel, mevrouw. Oh, wat een druk straat. Ik kan die bijna niet oversteken. Aan de kant, mevrouw, is een fietspad. Wegwijzen, aan de kant. Wegwijzen, hier is een fietspad. Stella! Hey, weg! Nou zeg, wat een slechte manier. Ik ook. Ik weet helemaal niks om mee te spelen. Het is toch ongelooflijk. Ik heb ook niks om mee te spelen. Ik verveel me echt, jongen. Ik ook. Wat moeten we nou doen? Ik heb wel een idee. Wat dan? Zullen we vragen of aan mama of op een schermpje mogen? Ja, op de iPad! Mama! Ja? Mogen we op de iPad? Nou, half uurtje dan, oké? Okay? Yay! Zullen we googlen? Ja. Ja, kom, we gaan een keer googlen. Zo, wat gaan we doen? Klaar. Wat gaan we googlen? Huh? Huh? Google Magic? Wat is dat nou? Ik weet het niet. Heb jij daar een keer over gehoord? Nee. Ik ook niet. Zullen we eens nadenken wat het is? Ik weet het echt niet. Zullen we gewoon iets opdiepen? Ja, misschien unicorn knuffel? Ja! Ja, ik doe een unicorn knuffel. Unicorn knuffel.
Ik wou dat ik die had. Is ik zo kan... mooi. Ja, ik wou dat ik die ook had. Huh? Een unicorn knuffel. Dat is precies die. Sarah, wil jij er ook een? Ja. Maar dan gaan we nog iets intypen. Zullen we dan weer die intypen? Ja. Oké. O-I-K-O-R-N-K-N-U-F-E-O. Ik heb het ingeschreven. Ja! Ja, de unicorn staat er! Oh, ik ben zo blij met deze. Hoe heet die? Wat is er? Blitz! Mijn heet Blitz, Jana. En mijn heet... Ook Blitz! Ah, leuk! Dus Google Magic is iets als je iets intypt en dan krijg je dan. Zullen we iets geks intypen? Ja! Zullen we een banaan intypen? Ja! Ja, kom. B-A-N-A-N. Banaan! Het plaatje van een banaan! Zie je het zo? Ja! Wow! Nu kijken of hij ook een echte banaan uit... Ja, het is gelukt! Een echte banaan! Wil jij een hapje? Ja, ik wel! Ik ook! Ik lust wel een banaan! Ik ook! Oh, hij is hier gekocht. De naam was wel lekker, maar zullen we nu snoep? Zullen we even nadenken? Ik heb er een! Smarties? Ja, dat is lekker. Dat is mijn lievelingssnoep. Okay. Nou, Lolly is ietsje lekkerder. Maar zullen we eerst Smarties? Ja. Ik heb zo'n meteen wel Lolly in of zo. Ja. Smarties. Klaar. Ja. Ja! De foto van de Smarties. Hey, de Smartenrol is er wel, maar er komt geen Smarties rol eruit. Misschien als ik hem naar beneden haal. Zullen we dat eens proberen? Oh, wow! Ik kan een rol zijn. Allemaal Smarties van eruit. Er zitten dus gewoon echte Smarties in jou in je bed. Zitten er nog meer in? Zullen we kijken? Lekker. Waarom? Dit is echt heel gaaf. Wow. Jana, zullen we een spelletje misschien proberen te googlen? Ja. Kom. Spelletje. Wow, dat is een leuk spelletje, Jana. Dobbel. Dat is toch leuk? Kom. Ik hoop dat we die ook uit krijgen. Wow! Zullen we hem spelen? Ja! Ik denk dat de Smarties eerst even weggaan. Kom je? En nog deze ook. Dit is een heel leuk spel. Want je moet 2 keer omdraaien. Moet je kijken welke hetzelfde zijn. Dus nu zie ik hier de wortel. En ik zie... hier de wortel. En dan zeg je wortel. En dan mag jij die hebben. Wij gaan nu spelen. Maar eerst nog voor jullie een uitdaging. Ik pak er nu even 2. En jullie moeten raden welke bij deze 2 hetzelfde is. Ik laat jullie er 3 seconden naar kijken. 3, 2, 1. En ze gaan weer weg. Zet onder de reacties. Welke het is? Zullen wij nu hem spelen? Ja. Zo. Nu. 3, 2, 1. Matje! Oh, Jan is heel goed. 3, 2, 1. Doe fijn! Nee, auto! Dies? Spectres! 3, 2, 1. Wat welke is dit, joh? Bril! 3, 2, 1. Hammer! Iglo! Flesje! Jana, ik heb eigenlijk wel zin in een chippy. Zullen we Google Magic
weer pakken? Ja, ik heb Google Magic. Wat voor chips wil je? Paprika. Oké, doe maar paprika chips. Diepa. Pri. Kaka. Je. Ips. Wow, het plaatje staat er weer. Paprika chips. Wil jij die? Ja. Dus ga zo ook een chips uitkiezen, ja? Ik heb zin in Bugles. Bugles chips. Wow. Bugles. Ik ga deze wel even openmaken, ja? En dan gaan we samen delen met je chips. Echt lekker, zeg. Ja. Google Magic is echt fantastisch. Mag ik ook? Lekker. Zeg, Jana, ja. Ik krijg wel dorst van al die chips. Ja, maar... Zal ik even op je Google Magic door het drinken zetten? Water. Ja, en dan ga ik wel even doorreten. Ja. A, T, E, G. Water. Ja, het plaatje staat er, Jana, van water. Hé, hey, maar het flesje zit erin. Hoe komt hij dan bij ons? Hij komt niet. Zullen we misschien proberen in te gieten? Ja, in een beker. Het lukt. Het lukt. Nou, hoe kan dat? En... Stop. Zo. Zullen we maar even proosten? Ja, op Google Magic. Verbranden. 10 tips. Au. Ja. Tip 1. Rooi in met zeepapier. Nu hier nog. Het is een goede tip, maar het zit niet heel lekker. Laten we naar de volgende tip gaan. What? Tip 2. Zet gewoon de zon uit. Oh, dit is veel te donker. Ik wil een beetje licht krijgen hoor. Fijn. Dit is lekker aan.
warm. Ik smelt bijna. Tada! Wat? Tip 3. Spring gewoon in de schaduw. Liggen. Supergoeie tip, maar je moet altijd in de schaduw blijven. Wat? De volgende tip is heel makkelijk. Zet gewoon een paraplu op. Lekker schaduw. Doei. Wat? De volgende tip is een hele stoere en mooie. Natuurlijk, een hoed opzetten of een pet. Wat een mooi hoedje heb jij. Met een strikje hier en helemaal... Ik heb ook een strikje erop. Kijk nou. Een soort geelachtig. Ja, maar ik heb ook een strikje. En Janna heeft een roze. Lekker mooi. Jij hebt er vet uit. Wat? Tip 6. Trek je winterkleren aan. Hey, Vinky Langkous. Vinky Langkous. Je verbrandt niet, maar het is veel te warm. Ah, warm, warm, warm. Snel, uittrekken, het is warm. Tijd voor de volgende tip, het is veel te warm. What? De volgende tip blijft de hele dag binnen. Dit is zo saai, ik zal dit niet aanraden. Smeer je in met wat anders. Is dit iets saai? Ja, dankjewel. Oeh, lekker yoghurt. Ik ga dat doen. Oh, mijn gezicht. Op je tenen, ja. Oh, veel te veel kijk. Ah, dat is echt goede zonnebrand. Ik denk niet dat het echt helpt. Wat? Ook een goede tip. Ga alleen naar buiten als het regent. Nieuwe zonnebrand. Oh, hallo mevrouw de astronaut. Hallo. Wat wilt u mevrouw de astronaut? Ik wil een kamer. Een kamer? Oh, wacht. Ik heb al een hele leuke kamer die u zeker leuk vindt. En waar? Met extra veel ruimte en wel 5 sterren. Ik denk dat u die kamer heel leuk gaat vinden. Dat denk ik ook. Hier. Dit is de sleutel. Dank u wel, mevrouw. Geen dank. Doei. Wauw, het is echt een ruimtekamer. Wow. Ik ga lekker op het bed. Oh, lekker, joh. Zo. Ik zit in de ruimte. Yeah. Dit is de mooiste kamer die ik ooit heb kunnen bedenken. Moet je kijken, allemaal opblaassterren. Wauw, ik ga deze ballon opblazen. Kijk eens wat een mooie ster.
zonder mijn buikrammetje. Ik ga even de kok bellen. Met de keuken. Mag ik wat eten? Ik maak iets voor u. Komt goed. Ik breng het naar de kamer. Oké, tot zo. Doei. Oeh, een astronaut die honger heeft. Even denken, astronaut zit in de ruimte in een raket. Ik maak een raket. En in de ruimte zweeft alles, dus een zwevende raket. Ik kijk even in de vriezer of ik nog raketjes heb. Ja, daar staat nog een doosje. Zo, raketjes. En een flesje helium om hem te laten zweven. Even een raketje. Daar ga ik even een lintje aan doen. En dan maken we hem vast aan een ballon. En als het goed is, gaat hij dan zweven. Nou, hij komt eraan. Oh, kijk, daar is het eten. Lekker. Lekker. Kijk jongens, een lekker raketje. Dit is echt een superhotel. Mevrouw, mevrouw. Huh? Ik heb een heel, heel groot probleem. Oh nee. Er is een hele gevaarlijke boef ontsnapt. Heeft u hem misschien gezien in dit hotel? Nee, heb ik niet gezien. Weet u het heel, heel zeker? Heel zeker. Want hij is heel gevaarlijk. Als u hem ziet, wilt u mij dan bellen? Dat zal ik doen. Ik ga snel weer verder zoeken. Hij is heel gevaarlijk. Doei. Zo, mevrouw, heeft u misschien een kamer voor mij? Zo, bent u een beetje boos? Nou, boos. Ben heel erg teleurgesteld. Oh, waarom dan? Ik ben de hele week op zoek geweest naar een schat met mijn piratenschip en mijn bemanning. En ik heb niks gevonden. Dus als u een mooie kamer heeft, ben ik blij. Ik heb een hele speciale kamer. Een speciale kamer? Ja, die u zeker leuk vindt. Oh, dan ben ik heel benieuwd. U heeft daarvoor deze sleutel nodig. Oké, dankjewel. En ook deze. Wow, wat is dit dan? Daar komt u vanzelf achter. Oh, spannend. Ik ga meteen naar mijn kamer. Doei. Tot ziens. Wauw, zo. Dat is een mooie kamer. Het lijkt wel een eiland. Wauw, een echte piratenkamer. Zo, eens even zitten. Ha. Zo, eens even kijken wat ik heb gekregen. Wow. Dit is vet. Een echte schatkaart. Er ligt een schat op deze kamer. En ik ga die vinden. Wow, dan moet ik zo vanaf deze hoek naar daar. Dat gaat lukken. Ik pak even snel die schep. Moet al dit zand weghalen. Maar dat gaat goed komen. Zo, wat een zand zeg. Ik ben nu ongeveer 2 meter diep. Mevrouw, heeft u de boef al gezien? Nee. Ik heb hem nog steeds niet. Oei. Als u hem vindt, belt u mij. Jazeker. Ik ga snel weer verder zoeken. Hé, ik hoor wat. Eens even kijken. Hé, wat zie ik daar? Een schat, ik heb de schat gevonden. Ja. Eens even kijken. Wow. Allemaal gouden munten. Yes, ik ben rijk. Het is tijd om even wat lekkers te eten. Ik ben ook wel moe van dat schat zoeken. Oh, telefoon. Met de keuken. Ja, hallo, ik wilde graag even wat bestellen. U wilt een lekker snackie? Ja, doe maar wat. Een snackie voor een piraat. Even denken. Een snackie, een snack, een chippy. Nou, dit is toch prima? Oh, een chippy, lekker. Hé, dat kan helemaal niet. Ja, dit werkt dus niet. Tjongejonge. Ja, de keuken. Ja, hallo. Ja, dat werkt niet met die chips. Oh, u kunt met die haak die chips niet pakken. Ik snap het al, maar ik weet ook al de oplossing. Er komt wat anders aan, meneer Paraat. Wacht maar eventjes. Ik snap het al, hij kan natuurlijk met zijn haak die chips niet pakken. Maar daar heb ik ook een oplossing voor. Want ik zag net in de kast ook ringetjes liggen. En hier kan die haak, denk ik, precies doorheen. Ga ik even brengen. Wat is dit nou weer? Weer chips. Oh nee. Hey. Haha, dit werkt goed. Ja hoor. Wat een tophotel. Lekker. Duimpje omhoog, een haakje omhoog voor dit hotel. Lekker. Ik wil graag een kamer.
komen, mevrouw. Zo, bent u druk geweest? Ja, ik kom net van de bank. Zo, dan heb ik nog een perfecte kamer voor u. Nou, top. Deze. Veel plezier in uw kamer. Wat is dit dan? Het lijkt wel een cel. Nou, wat een prutkamer. Hallo? Met de keuken. Ik wil graag wat eten bestellen. Zegt u het maar. Doe maar het lekkerste wat jullie hebben. Wat lekkers? U denkt dat u wel wat lekkers verdient? Ik ga wel even wat maken, momentje. Okay, doei! Dat was de boef uit kamer 4 die wat lekkers wil. Nou, boeven die krijgen niks lekkers. Boeven die krijgen alleen water en brood. Een boterham? Water en brood. Ik ga het even brengen. Oh, daar zul je het eten hebben. Dit is het slechtste hotel wat ik ooit heb gezien. Hallo, mevrouw. Hallo. Ik heb een soep naar de keuken. Wat zegt u? Ik heb een soep naar de keuken. Sorry, maar ik versta u echt niet. Ik ben op zoek naar een kamer. Oh, een kamer. Nou, dan heb ik een perfecte kamer voor u. U krijgt kamer 3. Ik ben benieuwd. Doei. Doei. Wow, dit is een mooie kamer. Gewoon een floatie als bed. Nou mis ik nog één ding. Ja, hallo, spreek met de receptie. Ja, ik zit in kamer 3. Alleen er is nog geen water. Ik heb wel mijn floatie, dus ik ben er helemaal klaar voor. Kan het water even aan? Tuurlijk, ik zet de kraan meteen aan. Als het goed is, gaan ze het doen. Hey, volgens mij... Ja, gewoon water. Nou, dat wordt lekker dobberen. Lekker zeg. Het Zoete Zusjes Hotel is echt het beste hotel wat je kunt hebben hoor. Ik zou hier een keer gaan boeken. Echt fantastisch. Gewoon water in je kamer. Ik moet uitkijken dat ik niet de hotelkamer uitdrijf. Al dat dobberen krijg je wel honger. Even kijken of ze wat te eten hebben. Weer een bestelling. En met de keuken. Ja, ik had honger. Ja. Ja, doe maar wat. Ik hou van zwemmen, ik hou van floaties, ik hou eigenlijk van alles. Ik ga even kijken in mijn keuken. Het komt eraan. Yo! Nou, de kok gaat aan de slag. Ik ben heel benieuwd wat hij maakt. Het zal vast lekker zijn. Een donut floatie. Hey, dat vindt hij vast heel lekker. Kan je lekker opeten en is een floatie. Je kan er ook nog mee zwemmen. Ik ga hem even opblazen en dan breng ik die even naar kamer 3. A few moments later. Wow, kijk dit nou! Gewoon een donut floatie om op te eten! Lekker! Nou, ik heb toevallig ook nog bestek bij me, mes en vork. Dus ik ga een flinke hap eruit nemen. 3, 2, 1. Wow! Wat was dat? Wat was dat nou weer? Wat een knal! Ja, hallo? Ja, de donut is ontploft. De donut is ontploft? Ja, ontploft. Ik ga het meteen oplossen, meneer. Komt helemaal goed, er komt wat anders aan. Momentje. Oeh, die klonk niet blij. Ik denk dat ik even ga kijken of ik nog gewone donuts heb. Dat is misschien beter. Ja. In dit Zoete Zusjes Hotel hebben wij natuurlijk genoeg zoets, waaronder lekkere donuts. Ik ga deze maar even brengen. Beter misschien. Ja. Oh, kijk, een echte donut. Dat is veel beter. Neem hem direct mee. Geweldig gedaan, mevrouw. Dank u wel. Ja, eindelijk heb ik jou gevonden. Jij gaat meteen mee naar de gevangenis. Komt u maar mee. Hé, gelukkig. Eindelijk. Zo, gaat u hier maar even zitten. Ik heb hem gevonden, hoor. De boef, we hebben hem. U mag nog even netjes gaan betalen, meneer Boef. Geeft u maar. Goed zo, want die kamers zijn ook niet gratis hier. Nee. Hé, mevrouw, heel erg bedankt voor de goede service. Graag gedaan. Mag ik de sleutel nog even? Hier, alsjeblieft. De sleutel netjes teruggeven en dan gaan wij verder naar het politiebureau. Gaan we staan? Ja, bedankt hè. Tot ziens. Dag, Bob. Dit is de ochtend. Ja, even bed opmaken. Ja. Mijn koffer, sleutel en gaan.
Happy Maan. Woehoe! Oh, hallo mevrouw de astronaut. Hallo. Ik vond het echt fantastisch in die kamer, maar ik ga weer terug naar de ruimte. Oh, veel plezier in de ruimte. Hier is de sleutel. Dank u wel. Doei. Ik hoop u snel weer te zien. Doei. Doei. Nou mevrouw, ik ga weer varen. Ik zie dat u de schat heeft gevonden. Inderdaad, de schat met alle gouden munten. Ik zal wat munten aan u geven. Alsjeblieft. Wow, dank u wel. Ik kom graag nog een keer terug als ik van zee terug ben. Ik vind dat fijn om te horen. Ahoy. Doei. Tot ziens meneer. Janna, zullen we gaan hinkelen? Ja. Ik snap de nummers. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Janna, zullen we nu maar flinken? Ja, is jij. 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hé, hey, Saar kijkt daar bovenop het dak. Wat is dat, Saar? Wat? Ah, oh, een schoen. Waar? Op het dak? Maar wat voor schoen, denk je? Geen idee. Pak jij die beest en haal ik hem vanaf. Ja, want jij bent zo groot. Ja. Hier. Oh. En probeer kijk of ik hem er ook. Ja! Wauw, het is een zwarte pizzaschoen. Hoe komt die daar nou? Zullen we hem mee naar binnen nemen? Ja, kom. Wauw, Janne, deze schoen is echt zo mooi. Ik wou dat ik die pas. Maar ik denk dat die zwarte Piet vergeten was en dat hij op de dak was. Ja, ik vind hem wel heel erg mooi. Jij? Ja, we zullen misschien een tekening voor Sinterklaas maken. Doen we in deze schoen? Misschien krijgen we dan wel een cadeautje. Ja. Haal jij de stift, haal ik het papier. Ja. Janna, wat ga jij tekenen aan My Little Pony? Jij? Ik heb die leuke spinnetjes. Die vind ik echt zo leuk. Maar ik zal de schoenen hier nu zitten? Ja. Ik maak een spinnen. Ik maak een My Little Pony. Wauw, wat mooi, Janna. En hier nog een hartje. En dan is die klaar. Zo, die van mij is ook klaar. Janna, zullen we als eerst jou nemen het schoentje doen? Rond maar op. Ja. Zo. En nu, ik doe het zelf voor in. Huh? Er zit een cadeau in, Janna. Hoe kan dat? Weet ik niet. Wat zou het zijn? Spelen? Ja.
Als je geluid maakt, gaan ze bewegen. Boe! Oh nee! Dit is een echt een bijzonder schoentje. Alles wat je tekent, dat krijg je. Nou, ik ben wel blij met deze. Ik ook. Jonna, zullen we meer tekeningen maken? Misschien krijgen we dan wel meer in onze schoen. Ik ga Monopoly tekenen omdat ik dat super erg leuk vind. En ik ga een pop tekenen. Hierbij. Nou, dan doe ik zo. Een snorretje natuurlijk, want zo ziet het mannetje eruit. We tekenen allemaal dingen die we op ons verlanglijstje hebben staan. Ik ga een pop tekenen. Zo. Kijk, dit zijn onze tekeningen geworden. Zullen we het maar eens erin doen? Ja! Nou, ik ben heel benieuwd of dit cadeautje ook gaat lukken. Ik zet hem erin. En ik ga hem wachten. Oh. Hij zit weer een cadeautje in. Oh. Zou dit hem echt gaan? Ik ga hem weer proberen. Yes! Het is Monopoly, die ik al zo graag wou. Kijk, hoe cool. Dit is Monopoly Valspeler Editie. En je hebt als speler een auto, een T-Rex, een hond, een katje, een pinguïn en een hoedje met geld. Maar Janna, wat heb jij eigenlijk getekend? Een poep. Zullen we maar in doen? Ja. Ik hoor. Zullen we weer wachten? Ja. Wat? Zo'n groot cadeau. Zullen we hem openmaken? Ja. Een poep. Dankjewel, Sinterklaas. Zo groot. Ik kon bijna geen iets zien. Hij kan drinken, hij kan plassen en hij kan zeep op zijn handen doen. Hij kan zeep op zijn handen doen en hij kan stickers op. Ik ga hem eens open, maak echt zo. 3, 2, 1. Oh, dit zijn de hangboeien. Hier is het geld. Hier zijn de hotels. En hier zijn kaartjes. En hier ook heel veel kaartjes. Oh, Janna. Oké, hier is mijn. Hij kan plassen. Hij gaat nu plassen. Als ik kom eens. Hoi. Ik moet een plasje doen. Mami, giet op. Ja. Janna, wij hebben al hele mooie cadeaus, hè? Ja. Zullen we misschien ook wat voor Brand tekenen? Ja! Kom, wat vindt Bram leuk? Oh ja, hij weet het! Hij houdt van Nerven. Hij houdt van Nerven en robots. Dan maak ik een Nerf, ja? En ik een robot. Ik Dit wordt een Nerf met lasers. Zo, even inkleuren. Ik maak een transformer. Nou, dit zijn ze geworden. Nu hopen dat dit in het schoentje gaat. Zo, jij? Ja. Zit weer een cadeau in. Zullen we deze samen openmaken? Ja, want die is van Bram. Ja! Die robot wel goed van Bram. Ja! Woehoe! Hij is geel. Hij is helemaal geel en het wordt deze auto. Deze kan in een auto veranderen. Zetten wij deze op. Nu hopen dat dit een Nerf wordt. Ik ga hem opkomen. En erin doen. Oeh, zo. Die zit erin. Oeh, wow, zo groot. Zal het een Nerf zijn? Een echte Nerf. Wauw. Cool. En
lezerstrand. Hier kan je je telefoon inzetten, dan weet je waar de app staat. Hier gaat Bram zo blij mee zijn. Echt superleuk, zo'n schoentje. Dus ik zal, als ik jou was, ook even op zoek gaan naar een Zwarte Pieten schoen. Ik heb Los Kitty getekend in Jan en My Little Pony. En nu gaan we dit keer gaan we het zo samen in doen. Hoppele, yes. En, Huppla. Hij doet het niet, Sarah. Nee. Kom, Janne. We gaan alvast een kopje thee drinken. Ja. Veel lekkerder. Oh, hey! Dit schoentje doet het toch wel. Zullen we ze maar uitpakken? Hey, Los Kitty! Yay! Yeah. Eentje van My Little Pony. Oh ja. Yeah. Ik ga hem openmaken. Doen, dan krijgen we heel veel speelgoed. Ja! Kom, we moeten nu echt gaan. Ja! Huh? Hé, dat is mijn schoen. Ja, dat is mijn schoen. Ze hebben met mijn magische schoen gespeeld. Nou,
Die hebben cadeautjes zat, zo te zien. Ach ja, een klein beetje beter. Slaap lekker, zoete zusjes. Doei. Slaap lekker. Auw, auw. Ja, ik kan amper op mijn been staan. U was zeker aan het voetballen. Ja, alleen ik schopte niet tegen de voetbal, maar tegen een steen. Ja, maar dat is geen voetbal, hè? En nu is het niet, gaat het niet helemaal lekker met mijn voet, volgens mij. Maar even hoog. De voetbal doen we even. Oké. Okay. Ja, komt ie. Ja, oh, de schoen even uit. Mijn schoen uit? Auw, een beetje voorzichtig hoor. Oei, oei, oei. Ah, auw, ja, niet te hard. Ja. Wat is er? Wat een luchtje op. Hoe lang geleden heeft u uw voeten gewassen? Oh, dat is wel een tijdje geleden inderdaad. Nou, dan heb ik als eerste een tip voor u: even voeten wassen als u zo thuis komt. Voeten wassen? Laat die sok maar even aan. Dan ik denk dat ik even een foto moet maken. Een foto? Van mijn voet? Dan kan ik even kijken of er een breukje in zit. Röntgen. Oké, een röntgenfoto. Ik heb hier een mooi röntgenapparaat. Prima. Til het maar even op. Ja, moet die in de röntgen? Mag even in de röntgen. Oké. Dan maken we even een mooie foto. Heel goed. Binnen in de voet kijken. Zo, haal hem eruit, Vin. Ja, ik haal hem eruit. Dan pak ik even de foto erbij. En dokter. Ja. Oh, joh. Ja, ik zie het al direct. Uw voet is gebroken. U heeft echt hard tegen die steen geschopt. U moet ook niet tegen stenen schoppen, maar tegen Ja, ik wilde dus tegen die voetbal. Ja. Ja, ik moet even leren mikken nog. We gaan even gips pakken. Gips? Ja, want dat breukje moet gewoon even helen. Ja. U heeft gewoon tegen een steen aanlopen schoppen. Ja. Zo. Hoe lang kan ik nu niet voetballen? Nou, zeker 6 weken niet. 6 weken niet? Ja, dus ik denk misschien even gamen, voetbal. Oh. Of voetbal kijken op de televisie, maar voorlopig kan deze voet helemaal niks meer. Nou, ik neem mijn stoel even mee. Tot ziens, hè, dokter. Doei. Mijn stoel. Ja, yeah, popcorn. Lekker eten. Yummy. Yum, yum. Mmm, lekker. Oh, auw. Auw, mijn buik. Oh, het doet zeer. Ik voel me helemaal niet lekker. Auw, auw, auw. Dokter, dokter. Ja, Janna heeft opeens heel veel buikpijn. Ja, heel erg. Kan ze naar het ziekenhuis komen? Oké, dokters, komt er nu aan. Dokter, ik heb zo'n buikpijn. Janna, wat is er toch aan de hand? Ik weet het niet, maar het voelt niet zo lekker. En je zit wel lekker popcorn te eten. Dat wel. En je hebt heel erg last van buikpijn. Ja. We gaan Janna eerst eens even onderzoeken. Even kijken of jij geen koorts hebt, Janna. Even meten over je voorhoofd. En? 37 graden. Je hebt geen koorts. Cute. Even kijken naar jou, luisteren naar jouw hartslag. Oh, spannend. Of je hartje nog goed klopt. En dokter? Ja, je hart is ook helemaal in orde. Wat zou het nou kunnen zijn? Die popcorn. Die ga ik eens even onderzoeken met mijn vergrootglas. Eens even kijken of ik hier misschien wat raars in zie. Misschien is die beschimmeld, bedorven of zo. Nee. Ziet u al wat? Die ziet er ook prima uit. Mag ik jouw handen eens even zien, Janna? Kijk maar, dokter. Even speuren of die wel schoon zijn. Oeh, ik zie allemaal bacteriën op jouw handen. Heb jij wel je handen gewassen voor het eten? Nee. Maar je weet toch hoe belangrijk het is? Altijd even je handen wassen voor het eten. Oeps. Dat is ze natuurlijk helemaal vergeten. Ik denk dat we de oplossing weten. Ik pak even de wasgel. Zo. Schuim maar even goed. Oh, lekker. En even alle de bovenkant en de onderkant. Zo. Even goed wassen. Even goed laten drogen. Even checken of ze nu schoon zijn. Ja hoor, hele mooie schone handjes, Janna. Yes. Dus Janna, voor het eten handen wassen. Goed zo. Kom nou, Kleintje. Kom maar, Kleintje. Oké, dus je wilt vechten. Kom maar, let op, hè. Deze bokskoning gaat winnen. Ben je er klaar voor? Kom maar dan. Oh, vol in mijn gezicht. Papa, ik moet snel de dokter bellen. Dokter, dokter, mijn vader heeft een klap gekregen. Hij komt er nu aan, dokter. Oeh. Dat ziet er niet goed uit. Wat heeft u gedaan? Ja.
Ja, ik dacht ik ga een potje vechten. Ja. Maar ja. Niet zo lekker. En bloedneus. Volgens mij heb ik verloren. En blauw oog. Ja, ik dacht ik geef hem zo poef, zo op zijn neus. En toen? Dat deed hij bij mij. Ja, dat... Ah. Maar ziet het er een beetje goed uit? Ja, ik ga dit even heel snel schoonmaken. Wat heb ik? Ja, nou, u mist een tand. Een tand? Ja. Mis ik een tand? U heeft een bloedneus. Bloedneus? En een blauw oog. Een blauw oog? Ja, het is allemaal niet best. Ik dacht dat het wel meeviel. Ik weet niet wat ik moet doen. Ah, auw. Ja, oeh, allemaal bloed. Zie je? Allemaal bloed? Dit kan wel een paar weekjes duren. Ja, en ik dacht dus dat zijn linkerkant... Dat ik zo bam! Ja, nee. Paf! Dat is dus. Nee, dat ging helemaal anders. Ja, meer dan dit. In mijn hoofd ging het goed. Dat kan ik niet van maken, meneer. Oké. Dat moet heel langzaam wegtrekken en een tand. Ja, hoe lossen we dat op, dokter? Ja, wat weg is, is weg. Hoe ga ik die tand nou doen? Dus even kijken of ik hier wat heb. Oeh, kijk eens eventjes. Oh, een nieuwe tand. Ja, wacht. Ik haal deze hier even uit. Zo. Ja? Ja, en dan doe ik Oh, nee. Kom maar even. Kom maar even. Kom maar even. 1, 2. Oh, ja. Ja. Ja hoor. Ja? Nou, niet alleen dokter, ook tandarts. Zit hij erin? Ja. Ja. Oh ja! Ja? Oh, maar dat kan ik weer. Oh, oh, oh. Meneer, dat lijkt me nou niet handig, want dan zie ik u straks weer terug. Oh. Gewoon lekker op de bank een boekje lezen. Boekje en lezen? En dat oog laten herstellen. Laat deze maar hier. Tot ziens, meneer. Dag, dokter. Dag. Zo, even lekker boekje lezen. Moet je kijken, het zonnetje schijnt lekker. Poeh, het is wel heel warm. Ik zie het ook aan. Je bent een beetje rood. Nou, gaan we meteen eens even onderzoeken. Ik ga eens even in jouw oren kijken of daar iets bijzonders is. En ziet u wat? Nee, dat ziet er goed uit. Even de andere kant. En nu? Nee, dat ziet er eigenlijk helemaal goed uit. Gaan we even in jouw mond kijken. Steek je tong maar even uit. Nee, dat ziet er ook goed uit. Maar ik vind jou wel een beetje rood. Ik ga eens even jouw temperatuur opmeten. Zo. En? Hele hoge koorts. En je bent ook helemaal rood. Rood? Janna, wat heb jij gedaan vandaag? In de zon gelezen. Hoe lang heb jij in de zon gelegen? Lang. Janna heeft een zonnesteek. Ik weet het zeker. Je kan niet de hele middag zomaar in de zon gaan liggen bakken. Dat is helemaal niet goed voor jou. Je hebt water nodig, Janna. Oh, lekker. Drink maar eens een heleboel water. Kijk, dat gaat er al veel beter uitzien. Nou zie jij er weer gewoon uit als Janna. En denk er goed om, Janna. Voortaan goed drinken. Niet te lang in de zon. En even goed insmeren of een shirtje aandoen. Want de zon kan gevaarlijk zijn. Ja, dankjewel. Tot ziens, Janna. Dag, dokter. Voel me niet helemaal lekker. De hele dag, maar eigenlijk al de hele week last van mijn maag. Mijn zoon niet mezelf. Janna, kun je heel veel de dokter bellen? Alsjeblieft. Dokter, dokter, mijn vader voelt zich niet lekker. Kan hij langskomen in het ziekenhuis? Ja, we zijn in het ziekenhuis. Oké. Oh, dokter. Ja, gaat u zitten, meneer. Wat is er aan de hand? Ja, ik weet het niet zo goed. Voel me eigenlijk wel lekker. Oh. Alleen mijn buik voelt zo raar. Wel lekker, maar de buik voelt raar. Ik snap er helemaal niks van. En wat heeft u gegeten de laatste tijd? Ja, ik krijg niet zoveel door mijn maag. Ja, u lijkt ook een beetje afwezig en dromerig. Wat zegt u? Ja, dat bedoel ik eigenlijk precies. Ik ga eerst eens even naar uw hartslag luisteren. Kijken of die normaal is of er niet iets ernstigs aan de hand. Naar mijn hart? Ja, ik heb last van mijn buik. Even kijken of die hartslag goed is. Momentje. En? Hoort er iets? Dit klinkt goed. Dat klinkt goed. Gewoon... Oh, gelukkig. Ja. Ik ga even temperaturen. Temperaturen ook. Even kijken. Nee, dat is ook gewoon prima. Ook gewoon? Meneer, kunt u even omschrijven het gevoel in uw buik? Meneer? Meneer? Oh, ja, wat u bent is er? Een beetje dromerig. Ja, een beetje afwezig, hè? Ja. Wat voelt u precies in de buik? Ja, kriebels. Kriebels? Kriebels, ja. Dus u bent helemaal gezond? Ja. Alleen kriebels in de buik? Ja. Ja, dan denk ik dat ik al wel weet wat er aan de hand is. U weet wat er aan de hand is? Ik ga heel even in de buik kijken. In mijn buik kijken? Even kijken of ik gelijk heb. Gaat u even staan? Even staan? Ja. Kunt u in mijn buik kijken? Een echo maken. Oeh. Oh, ik zie het al. Ik zie allemaal vlinders in uw buikje. Vlinders in mijn buik? Ja, uw hele buik zit vol met vlinders. Nou, wat raar. Gaat u maar even zitten. Ja. Ik denk dat ik al weet wat er met u aan de hand is. Vertel, dokter. U bent verliefd. Verliefd? Ja.
Ik ben wel verliefd. Droomt u heel vaak over iemand? Ja, absoluut. Ik denk dat u helemaal mij niet nodig heeft. Ik denk dat u gewoon een bosje... Ik ben niet ziek. U gaat een bosje bloemen kopen voor bosje bloemen, ja. En dan komt het helemaal goed. Nou. Ja, niks aan de hand. Oké, okay. Dus een bosje bloemen... En opgelost. Oké, okay, nou dank u wel, dokter. Ja, hele fijne middag. Ik heb er ook in één keer zin in. Ja, dat snap ik. Ik huppel weg, dokter. Ja. Hey. Tot ziens, hè. Succes. Ik heb er zin in. Nou, dit was een leuke patiënt. Oh, dokter. Ach, daar bent u weer. Daar ben ik weer. Ja. Dit weet ik nog wel van de vorige keer. Vorige keer had u allemaal rare dingen ingeslikt. Oké, okay. Ik heb zoveel last van mijn maag. U heeft buikpijn. Ja, enorme buikpijn. Ik denk dat er weer wat in zit, meneer. Oké. Okay. Ja, u heeft iets, een rare ziekte. Oké. Okay. Dingen inslikt. Oké. Okay. Moet u niet doen. Ga ik niet meer doen. Ik ga even een foto maken. Gaat u even met uw arm bijstaan? Ja, oké. Okay. Ik ga even naar het andere kamertje. Gaan we eerst eens even kijken wat er allemaal is. Oké. Ik zet de knop nu aan. Even stil blijven staan een poosje. We gaan even een foto maken. Oeh. Oh meneer! Oh ja, en u ziet al. Ziet u veel? Ja, ik zie een hele hoop. Wat ziet u allemaal? Ik zie al van alles in uw maag. Blijft u een beetje stilstaan? Nou, dat ziet er niet best uit. Ik zet hem even uit. Ik kom even naar u toe met de foto. Ik heb hier een foto. Oh jee. Nou, ik zie hier uw maag en daar zit van alles in. Is dat mijn maag? Ik zie boeken, ik zie spelletjes, ik zie kleding, ik zie wormen. Dit ziet er niet best uit. Wij gaan weer opereren. Gaan we opereren? Dit moet er allemaal uit, meneer. Nee, toch? U kunt hier niet meer rond blijven lopen. Trek meteen even het lakentje over heen. Ja. Nou, ligt er goed zo. Ja, het ligt prima. Ga ik even mijn operatiespullen aandoen. Dan maak ik eerst even een sneetje. Oei, niet te groot, hè? Goed maakt u straks ook weer dicht? Ja, maar we gaan eerst even kijken wat hier allemaal in zit. Dus even kijken. Meneer, wat is dit nou weer? Huh? Wow, dat is een hele grote worm. Een hele grote worm, klopt. Nou, snel even verder kijken wat er nog... Meneer, houdt u van spelletjes? Ja, dat is het Zoete Zusjes Memo spel. Ja, dat moet u spelen, hè? Niet eten. Oh, niet eten? Niet om op te eten. Oh, sorry. Even kijken. Oh, ja, dat van lezen. Ja, zeker. Ik zie hier de Zoete Zusjes Helpen de Natuur. Helpen de Natuur. Meneer. Ja, wat? Zoete Zusjes vieren kerst. Nieuwe moppenboek. Ja, heel leuk boek. Even heel leuk. Heeft u hier nog meer? Oh, weer een enge worm, meneer. Wat heeft u toch allemaal in uw maag? Oeh. Heeft u het nieuwste boek van de Zoete Zusjes al? Ja, de Zoete Zusjes lossen het op. Oh, die leg ik even hier. Oh, die houdt u zelf? Ik heb straks pauze. Oké. Okay. Even kijken, wat heeft u nou? Oeh, oh, meneer. Oeh, weg ermee. Oh, dat is ook leuk. Ja. Een Zoete Zusjes wansie, meneer? Ja, die doe ik altijd aan als ik de boeken lees van de Zoete Zusjes. Ja, aantrekken, meneer. Niet opeten. Nou, dat moeten we dan maar niet meer doen. Oh, kijk eens even. Ja. Een leuk shirtje. Draag ik altijd in de zomer. Ja, volgens mij is het nu helemaal leeg. Is het helemaal leeg? Ik ga het weer even dicht naaien. Oh. Maar ik heb zo'n vaag vermoeden dat u fan bent van de Zoete Zusjes. Ja, ik ben super fan van de Zoete Zusjes. Dat dacht ik al. Maar voortaan mag u die boeken gewoon lezen, meneer. Lezen? Opeten, ja. Oh. Nou, ik haal even het lakentje weg. Ja. Zo, meneer. Ja, lezen. Kleding aandoen. Kleding aandoen, boeken niet lezen. Spelletje spelen. Spelletje spelen. Niet meer eten. Oké. Okay. Want anders zie ik u weer volgende keer. Ik zal ze niet meer eten, dokter. Tot ziens. En veel leesplezier met de boeken. Ja, doe dat je spelen. Ja, en zijn de Zoete Zusjes staan.